Welkom in het Science Café Utrecht. Welkom in de zaal, welkom hier aan tafel en welkom ook thuis. Het is een samenwerking tussen de Universiteit Utrecht hier in Tivoli-Vredenburg en Studium Generale. Bij een voorzichtige flirt tussen Studium Generale en Tivoli-Vredenburg afgelopen voorjaar bleek dat er een gezamenlijke interesse was in het organiseren van een Science Café in het Utrechtse Muziekpaleis. En wetenschap als onderdeel van het culturele aanbod, dat biedt kansen. En vanavond gaat het over de liefde. De wetenschap staat hier vanavond letterlijk in de etalage. Nou, daar hebben we allemaal wel wat mee, denk ik, hoop ik. Het gaat over de romantische variant, de platonische variant. Wat is het biologisch nut eigenlijk van verliefdheid? Kan literatuur ons meer vertellen over de romantiek? Liefde is lust, maar ook ellende. Toch kunnen we niet zonder. En vandaag nemen we de liefde onder de loep. En praat ik over al die verschillende aspecten van de liefde met vier wetenschappers uit verschillende disciplines. Van sociologie tot letterkunde, van psychologie naar populaire cultuur. Van de Universiteit Utrecht. En we wisselen elkaar af. Jullie zijn ook van harte uitgenodigd om je vooral met elkaars onderwerp ook te bemoeien. Nou, wie zijn de gasten van vandaag? Ik stel ze heel graag aan u voor. Mijn eerste gast is Linda Duits. Zij is sociaal wetenschapper en gespecialiseerd in populaire cultuur. Linda Duits. Psycholoog Dr. Peter Bos, gespecialiseerd in de invloed van hormonen op het menselijk gedrag. Hormonen hebben we allemaal, hè? Ja, allemaal. Ja. En wat zijn nou de meest voorkomende hormonen? Nou, dat ligt eraan welke seks je voor je hebt. Maar in het geval van vrouwen zou ik zeggen estradiol. In het geval van mannen testosteron. Testosteron. Er zijn een hoop die we gezamenlijk hebben. Leuk. Over de hormonen die allemaal vrijkomen bij verliefdheid wil ik heel erg veel horen van jou zometeen. Dankjewel, Peter. Dan hebben we letterkundige Saskia Pietersen. Welkom. Dankjewel. En jij onderzoekt liefde in de literatuur. Nou, dat is natuurlijk een mer à boire qua onderwerp. Klopt. Dus je hebt de afgelopen tijd heel veel boeken nog weer herlezen om dat thema eens even heel goed uit te diepen. Nou, we hebben vooral geteld in boeken. Dus we hebben een nieuwe manier van omgang met literatuur proberen te ontwerpen, waarbij je niet het boek helemaal in zijn geheel van A tot Z leest, maar waardoor je personages kan gaan turven. Oké. Personages turf. Ja, en wat voor type relatie hebben personages in romans? En daar hebben we voor 170 boeken hebben we het nog eens nageturfd van wat voor liefdesrelaties komen er. Oh, ik denk nou literatuuronderzoek, dan ben je prachtige boeken aan het lezen. Dat en aan doen we ook. Het genieten van alle mooie metaforen, maar je gewoon keihard aan het turven. Dat is eigenlijk een soort wiskunde geworden. Ik ben heel benieuwd om te horen wat daar uit is gekomen. Saskia Pietersen, wij spreken elkaar zo dadelijk uitgebreid. En als laatste stel ik aan u voor sociologe en professor dr. Beate Volker. Jij bent gespecialiseerd in menselijke interactie. Ja, eigenlijk. Ik ben specialist in sociale netwerken, als je het zo wilt noemen. Ik volg relaties door de tijd heen. En dat zijn dan relaties met vrienden, onder andere buren, collega's. Dus ik ben eigenlijk geen expert. Liefdesrelaties? Die zitten ook in mijn gegevens. Ik richt me eigenlijk meer op vriendschappen. Okay. Maar dat zit soms heel dicht aan tegen liefde. Want als een liefdesrelatie eigenlijk een soort netwerk gaat vormen, dan gaat er iets niet helemaal... Dan gaat iets niet helemaal goed, In ieder geval wat onorthodox wordt het dan. Ja. Ja. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Mijn vier wetenschappers van vanavond. Linda Duits, want jij bent eigenlijk gespecialiseerd in populaire cultuur. Is dat jongere cultuur? Dat is voor een groot deel jongere cultuur, omdat jongeren zich daar voornamelijk mee bezighouden. Maar het gaat eigenlijk over alle populaire media, dus ook over popmuziek en over sociale media. En hier zitten we in Tivoli, Vredenburg. En je weet hier al dat heel veel mensen die zichzelf nog wel heel jong voelen, maar die misschien niet meer tot de jongeren rekenen, inmiddels ook heel erg veel met popmuziek bezig zijn of nog steeds met popmuziek bezig zijn. Hetzelfde geldt voor televisieseries. Hè. Dus die populaire domeinen zijn al lang niet meer alleen voor de jongeren. Maar de nadruk ligt wel een beetje bij jongeren, ja. Ja, oké. Dus dat was vroeger dan anders eigenlijk, begrijp ik. Vroeger deed je aan concerten alleen als je jong was en op een gegeven moment dan
ging dat deel van jezelf met pensioen en dan was je getrouwd, zat je achter de geraniums of zo. Ja, dus vroeger was popmuziek echt een manier om je te onderscheiden. Ook onderling, zeg maar, jongeren onderling, maar vooral ook van die oude generatie. Dus eigenlijk vanaf de jaren 50 zien we een soort tienercultuur opkomen. Eerst in de VS en dan ook in Europa. Waarbij die popmuziek echt een manier is om je af te zetten tegen een oudere generatie. En vervolgens ontstaan er allerlei verschillende stijlen binnen die popmuziek, waarmee je dus ook binnen die jongere groep weer kunt onderscheiden. En inmiddels werkt dat dus niet meer zo goed. Hè, met nee, dat viel mij op. Ik ben laatst bij de jeugdvertegenwoordiger geweest en viel me op hoe ontzettend veel mensen daar met hun ouders naartoe gingen. Toen dacht ik, ja, dit is toch... Ik weet niet of dat dan cool is. Ja, dus dat speelt. En dan zie je wel dat jongeren weer naar andere manieren zoeken om zich te gaan onderscheiden. Dus wat ik altijd heel grappig vind, als ik geïnterviewd word over vloggers, zoals Enzo Knol, dan zeggen volwassenen altijd, ik snap er helemaal niks van dat mijn kind dat leuk vindt. En dan denk ik altijd, yes, dat is echt zo fijn voor die kinderen, dat zij eindelijk weer een stukje eigen cultuur hebben, waar volwassenen niks van snappen. Ja, oké. Okay. Nou ja, ik weet dat ze nu bij deze dat ik me dan oud kan voelen, dan, want ik snap het ook niet. Oké. Nou, Knolpower, hè, niks tegen Enzo. Maar oké, de liefde. Laten we dan kijken, er is natuurlijk ontzettend veel veranderd in de beleving van liefde, omdat het zoveel toegankelijker is geworden. Mensen gebruiken hun social media ervoor. Porno is veel makkelijker toegankelijk. Verandert dat de kijk van jongeren op liefde en seks? Ik hou meteen seks erbij, sorry. Ja, dat is nog eigenlijk niet aan de orde. Dat is een goed idee. Meer over mij. Ja. Jongeren van nu zijn eigenlijk best wel braaf. Dus er zijn verschillende onderzoeken die ongeveer vanaf de jaren 90 lopen en die dan elke keer herhaald worden met nieuwe groepen jongeren. En daaruit blijkt, zowel in de VS als in Europa, dat jongeren van nu minder drinken, minder roken, een soort conservatievere seksuele moraal hebben. En dat is heel gek eigenlijk, omdat we altijd maar die zorgen horen over seksualisering. En dat van videoclips helemaal seksueel doorgedraaid zouden worden. Dat was een beetje zo rond 2006 was dat een grote paniek. Nu hebben we de paniek rondom porno gehad, hè, dat ze daar verkeerde ideeën van zouden krijgen. Momenteel zitten we heel erg in een paniek over sexting. Dus het versturen van seksueel getinte beelden met je telefoon. En als je dat soort dingen moet geloven, dan raakt de jeugd dus steeds meer doorgeslagen. Terwijl als je op een macroniveau gaat kijken van wat doen die jongeren nou, je gaat het vergelijken met vroeger, dan is deze generatie echt een heel stuk braver. Een heel stuk braver. Nou, laten we nog eventjes kijken naar een filmpje over jou, want je noemde ook net die videoclips. Daar hebben we een mooi fragmentje bij. Sociaal wetenschapper Linda Duits is gespecialiseerd in populaire cultuur, gender en seksualiteit. Was het vroeger not done om via een contactadvertentie aan een nieuwe liefde te komen? Tegenwoordig is het de normaalste zaak van de wereld om via Tinder naar een nieuwe liefde te swipen. So should I hit you with the corny pickup line? Or can we just skip the weird stuff and exchange numbers? Onder andere op haar website schrijft Duits over hoe liefde in populaire cultuur wordt verbeeld en besproken. In hoeverre worden onze ideeën over liefde en seksualiteit bepaald door wat anderen vinden? Let's film ourselves having sex. That's a great idea. This is your best idea ever. Nou, dat is een goede vraag. In hoeverre wordt je beeld van de liefde beïnvloed door de beelden die je ziet op tv, op internet, wherever? Ja, dat is de grote vraag eigenlijk van de media en communicatiewetenschap. Hè. Hoeveel invloed hebben die beelden? Er is invloed, maar die invloed is niet alleszeggend. Hè. Dus dat is belangrijk om voorop te stellen. Dus de invloed van vrienden, de invloed van ouders, dat telt ook allemaal mee. Nou, wat je ziet in populaire cultuur, dus bijvoorbeeld in Friends, wat tieners van nu ook weer aan het kijken zijn, maar ook in allerlei romantische comedies, is heel duidelijk een ideaal van heteroseksuele, monogame liefde. Waarbij je eigenlijk op een gegeven moment aan het einde van je puberteit eens een keertje voor de eerste keer seks gaat hebben. Dan mag je een kortstondige periode hebben waarin je meerdere opeenvolgende, maar toch monogame relaties hebt. En vervolgens is de bedoeling dat je eigenlijk gaat settelen. Beate, je hebt er een vraag over. Zien jullie de invloed van de economische crisis terug in dit soort in de dingen die je nu beschrijft? In hoe jongeren zich gedragen? Hoe jongeren zich gedragen en hoe jongeren denken over liefde en seks? Want ik denk, daar is een hele grote onzekerheid nu gaande.
Je ziet wel zeg maar, dat jongeren langer thuis blijven wonen bijvoorbeeld. En dat komt deels door die economische crisis. Maar dat komt ook omdat jongeren een betere relatie met hun ouders hebben dan jongeren uit andere generaties. Zijn ze daarom braver? Ze wonen gewoon nog thuis. Dan kun je natuurlijk. Ja, daarom gaan ze ook met hun ouders naar de jeugdvertegenwoordiger. Ja. Maar ze vinden het ook fijn met hun ouders. Hè? Dus het is echt gewoon een andere groep. En dat idee van dat tieners altijd moeten rebelleren, dat klopt gewoon niet. Ja, maar je mag natuurlijk ook alles tegenwoordig. Ja. Je mag alles thuis, toch? Waarom moet je tegen je ouders rebelleren? Nou, je mag niet alles thuis. Je mag heel veel. Jongeren mogen juist een heleboel dingen eigenlijk niet meer. Dus wat bijvoorbeeld heel interessant is, ook als het gaat over liefde via sociale netwerken, is dat de beweegruimte die vooral kinderen ook buiten hadden, dus hoe ver je op straat mocht gaan, vroeger veel groter was. En dat enorm beperkt is. Dus waar in de jaren 90 nog allerlei groepjes hangjongeren voor overlast zorgden, dat is eigenlijk verdwenen. En jongeren ontmoeten elkaar veel meer op het internet. En dat komt wel degelijk door beperkingen van de ouders. Hetzelfde gaat natuurlijk voor roken en drinken. Dat mag nu niet meer. Dus dat idee van een generatie millennials die door hun ouders gepamperd is, Dat zie ik eigenlijk niet zo heel erg terug. Ze zijn braver en dat vinden ze zelf ook wel prima. En dat braver, hangt dat nou samen met de beelden die zij dan krijgen voorgeschoteld op de een of andere manier? Nou ja, daar zitten dus heel veel zorg van mensen. Hè. Die zien die beelden, die zien die videoclips en die zeggen, nou, hier moet je wel losgeslagen van worden. En dit zorgt voor een verkeerde seksuele moraal. Dan wordt vaak vergeten dat vroeger die beelden natuurlijk ook niet zo onschuldig waren. Ik mocht van mijn moeder niet naar Madonna's Open Your Heart kijken. Voor de mensen in de zaal die heel jong zijn. Madonna is een bekende zangeres. En die had een clip, ik meen, in 1986, Open Your Heart, waarin zij in een striptease club danst. En er is een jongetje van een jaar of 11 die haar heel tof vindt. En die gaat dan in die stripclub kijken en Madonna zingt natuurlijk, Ik heb het slot en jij hebt de sleutel. Dat soort teksten. En daar mocht ik vroeger ook niet naar kijken. En daarvoor met Roxy Music ook allemaal dat soort tendensen gehad. Als je nou zelf... Ik heb heel veel met meisjes over dat soort clips gepraat. Met meisjes van 12. En als je met hen gaat praten, dan hebben zij allerlei strategieën om met die beelden om te gaan. Bijvoorbeeld door te zeggen, ja, maar dat is helemaal geen seks. Het zijn gewoon mensen die in een bikini aan het dansen zijn. Ze heeft gewoon echt een slot en hij heeft een echt... Ja. Tekst is vaak ook niet zo heel belangrijk. Nee, dat verstond je misschien ook nog niet als precies, kind. Precies, ja. Dus sowieso teksten zijn voor jongeren, dat lijkt heel belangrijk, maar daar luisteren vaak veel minder naar. Maar ook bijvoorbeeld een strategie die je veel ziet onder moslimmeiden, was om dan de televisie op teletext te zetten of ze het beeld even weg te klikken. Dus ze hebben verschillende strategieën om daarmee om te gaan. En het is dus niet zo wat mensen vaak denken over media-invloed. Mensen zijn geen sponsjes. Hè? Het is niet zo dat media als een injectienaald werken en dat alles wat je ziet, dat je dat allemaal opneemt. Je hebt daar zelf ook nog reflectie op. Je hebt daar zelf reflectie op. Ook met je vriendinnen, met je vrienden, dus met je peers. En het is eerder zo dat die media allerlei navigatiepunten bieden, waarbij je kunt zeggen, nou, dit aspect, hè, hier kan ik wat mee, ik wil net zo zijn zoals zij, of deze artiest vind ik echt heel erg stom. En dat je op die manier eraan kan spiegelen. Ja. Wat dus niet wegneemt dat die dominante scripts eigenlijk die we zien, hè, wat ik net zei bijvoorbeeld over die heteroseksuele monogame liefde, die zo heel sterk in die romcom zit, dat wel degelijk een soort pad is wat jongeren wordt voorgehouden, van nou, dit is wat je moet nastreven. En dat is natuurlijk ook het pad wat zij vaak in hun eigen omgeving zien. En dat maakt het heel lastig als je bijvoorbeeld homo bent. Ja, dat is zeker een onderwerp waar ik het heel graag over wil hebben. Misschien kan dat zo dadelijk nog ook met de zaal. Want we gaan naar de volgende spreker. Daar is het namelijk tijd voor. Peter Bos, we introduceren je even met een filmpje. Psycholoog Peter Bos is expert op het gebied van de invloed van hormonen op menselijk gedrag. Welke stofjes zorgen eigenlijk voor dat verliefde gevoel? Is liefde een verslaving? En kan je daarom niet meer goed nadenken als je tot over je oren bent? Of is het een mythe dat liefde blind maakt? En is er een neurologisch verschil tussen liefde en verliefdheid? Ik mocht daar vroeger niet naar kijken, hoor. Nee. Het is ook vrij recent beeld. De zangeres heet Beyoncé. En
Ik vroeg me af, als je haar zo uitbundig ziet dansen en ze zingt Crazy in Love, door welke hormonen zou zij nou bevangen zijn dat ze zo ja, moet dansen en zingen en schudden met haar billen? Ja, ik weet niet of alles door die hormonen komt, want dat zou betekenen dat als we die hormonen bij iemand naar binnen gieten, dat we hetzelfde effect zouden krijgen. Helaas ik teken is niet het geval. Ja, het spijt me. Dat we hebben wel eens wat geprobeerd, maar dit is nog niet gelukt. Maar een hele hoop. Het is echt een enorme cocktail aan hormonen, want wat verliefdheid wel een interessante maakt, is dat het lijkt een beetje een tegenstrijdige emotie te zijn, omdat je een mix hebt van heel veel verschillende emoties, waar ook heel veel verschillende hormonen bij betrokken zijn. Want je hebt aan de ene kant als je het in die eerste fase van volkomen knettergek verliefdheid hebt, crazy love, waar zij het over zingt, dan heb je een stressreactie. Je hebt stresshormonen, zoals adrenaline. Vandaar dat je niet meer kan eten ook, bijvoorbeeld. Nee, dat is precies wat het doet. Dus je hebt aan de ene kant, je hebt zo'n stressreactie, maar het is ook een hele euforische reactie. En dat is een hele bijzondere combinatie. Meestal als we heel erg gestrest zijn, dan zijn we bang. Of dan omdat we weg moeten rennen, of weet ik veel wat. Maar verliefdheid is een hele mooie mix van stress en tegelijkertijd euforie. Wat je niet heel veel ziet, behalve misschien bij psychopathologie of zoiets. Maar mensen met stoornissen. Mag ik vragen hoe jullie dat meten? Want echt crazy. Roep je dan proefpersonen op van ben je net verliefd? Mogen wij jouw hormoonniveau meten? Ten eerste doen wij dat niet, want dat lijkt me echt een ramp. Want ja, dat is heel procentueel gezien in je leven ben je niet zo heel vaak crazy in love. Zoek je nog proefpersonen? Zijn er mensen nu in de zaal echt crazy in love? Ja, wij doen dat zelf niet. Maar er zijn dus onderzoekers die is het gelukt blijkbaar om over langere perioden genoeg mensen te includeren die echt crazy in love waren. En wat je ziet bij die mensen is... Hoe lang duurt dat? De periode van verliefdheid. Gemiddeld rond de 3 maanden. Van die volkomen over de top verliefdheid hebben. En moet dat nu... Ja. Kan. Ja. Kan. Hoeft niet. Voel je niet schuldig als het niet zo is. Maar... En het is ook niet gezond als het langer duurt. Want je hebt dus een stressreactie. En een stressreactie is iets... Je lichaam is in een stressrespons omdat er iets moet gebeuren. Of je moet wegrennen voor een leeuw of weet ik veel wat. Of je moet die partner hebben. Ja. Of je hebt die partner net en je wil die partner houden. Dus het moet een kortdurend iets zijn. Als je de rest van je leven in zo'n manie zit, wat het eigenlijk is, dat is niet gezond. Nee. Dus die mix van hormonen. En wat is dan het eerste hormoon wat er een beetje afslijt? Ik denk dat je de adrenaline als eerste op een gegeven moment gelukkig afneemt. Want dat is een hele schadelijk hormoon als je dat heel lang... En cortisol, ook een stresshormoon wat je echt niet lang op hoog niveau moet hebben. Want dan in feite wat die hormonen doen op een gegeven moment... Als je dat altijd maar hoog hebt, dan breek je op een gegeven moment je eigen lichaam helemaal af. Dat zie je bij mensen die permanent hoge stressniveaus hebben. Maar wat er gelukkig op een gegeven moment bij komt, en dat is zo leuk aan verliefdheid, is dat je ook hormonen zoals endorfine hebt. Die mensen kennen het wel, die heel veel sporten, ik niet. Die op een gegeven moment een high kunnen krijgen, blijkbaar. Ik heb het nooit gered, maar dat is... Ik denk ook steeds, als je dan weer gaat high, waar blijft die nou, die high? Daar moet je heel lang voor sporten, volgens mij. En je hebt dopamine en je hebt oxytocine. En dat zijn hormonen die, in tegenstelling tot die stresshormonen, een stressdempend effect hebben, maar ook een euforisch gevoel kunnen geven. En dat maakt verliefdheid natuurlijk een prettige ervaring, omdat je die hormonen er ook bij hebt. En is er één van die hormonen uit de mix die overeind blijft als verliefdheid overgaat in houden van? Ik denk dat we dan mijn meeste geld zou inzetten op oxytocine, wat het hormoon is wat uiteindelijk ook in heel veel modellen van dieren laat zien dat uiteindelijk het hormoon is wat echt essentieel is voor die monogame partnerbinding op de lange termijn. Ja, maar dat is toch bij vrouwen die kinderen hebben en die bijvoorbeeld borstvoeding geven ook zo hoog. Ja, klopt. En het is zelfs ook bij vriendschappen. Ja. Als je gezellig met vrienden zit, is oxytocine ook hoger. Ja. Wat is nou hetgeen het leuke van de liefde? Zelfs bij je huisdier zijn studies dat oxytocine, als je met je hond samen speelt, omhoog gaat. Ja. En je moet het dus ook niet zien alsof liefde is niet een apart iets van de andere. Het is wel iets apart omdat je het meestal met een monogame partner doet. Maar doorgaans is het qua neurobiologie niet heel veel anders dan binding van de moeder en kind. De mechanismes, de hersendelen die je erbij gebruikt en de hormonen die erbij betrokken zijn vergelijkbaar.
Dus het is dezelfde. Kijk, evolutie, die moeder-kindbinding, die was er als eerst. En als je zo'n goed mechanisme hebt wat zorgt voor binding tussen mensen, dan hoef je niet een nieuw mechanisme erbij te bedenken voor ander soort binding. Want het de is natuur heeft gewoon heel efficiënt die oxytocine ingedeeld op meerdere afdelingen. Nou ja, maar dat maakt de liefde wel wat minder bijzonder, zoals je het nu schetst. Nou ja, of vriendschap juist bijzonderder. Ja, precies. Want dat is natuurlijk het unieke aan mensen, als je het op zo ziet, dat we zulke verschrikkelijk sociale dieren zijn. De meeste zoogdieren die hebben genoeg aan hun moeder. En partner of monogamie in zoogdieren is eigenlijk een zeldzaamheid. Dus wat dat betreft zou je het eerder inderdaad andersom kunnen stellen. Dat het is mooi dat we het voor elkaar hebben gebokst. Ja. Om dat overeind te houden, te gebruiken voor andere doeleinden. Ja. Tot slot, een korte vraag nog. Is het zo dat die stoffen een andere uitwerking hebben? Dat zijn de stoffen die komen kijken bij verliefdheid. Maar kan het voor mannen of vrouwen of voor verschillende mensen verschillend voelen? Als je dan die cocktail aan hormonen in je systeem hebt omdat je verliefd bent? Ja, zonder meer. Mannen, vrouwen en... of mannen, vrouwen, wat zeg ik nou weer? Mannen hersens en vrouwen hersens. Ja. Zijn qua gevoeligheid voor die hormonen verschillend. Dus een vrouw zal niet exact hetzelfde reageren op een shot oxytocine dan een vrouw of een man. Dus dat is verschillend. Dus je kunt dat niet één op één met elkaar vertalen. Dat bij een man exact hetzelfde zou zijn als een vrouw. En bij een man zijn er ook andere hormonen bij betrokken. Zoals vasopressine is een hormoon wat bij mannen waarschijnlijk relevanter is. Welke? Vasopressine? Ja, precies. Ja. Dus dat is dan... Ja, je kent hem wel. Dus, Ja, nou hè. Dat valt allemaal op zijn plek nu. Ja, inderdaad. Dus er is wel degelijk iets verschillend. En je kunt niet zomaar één op één vertalen dat als je de oxytocine bij een vrouw verhoogt, dat exact dezelfde gevolgen zou hebben bij een man. Het doet grof gezegd wel hetzelfde, maar de subtiele verschillen, zeker. Subtiele verschillen. Dat is een mooie conclusie. Dankjewel, Peter. Ja, Peter Bos, hartstikke leuk. En van magische hormonen en de uitwerkingen daarop op het menselijk lichaam, brein en de verliefdheid gaan we over naar een stand-up comedian. Hij komt uit Engeland. Hij is speciaal voor deze gelegenheid overgevlogen vanuit Londen. Hij maakt comedy over wetenschap, maar ook over de liefde. En wat dat oplevert, dat gaan we nu zien. Would you please stand up, Steve Cross? I run science events. One of the science events that I ran was science-themed speed dating. So we got a room full of nerds and we tried to get them laid. And I want to tell you what happens when you try and get nerds laid. Now what we would do is, because nerds wouldn't come to this unless it was very sciencey, we had to do a science experiment. So we would test things like, do people get attracted towards people that they can't see just from talking? And to do this, I had a room like this, but with many fewer people in it. And we had all the women this side, because this was straight speed dating, big curtain, all the men this side. Now, I don't know if any of you are comedians, but you can tell immediately, this is your dream gig. This is a whole load of women out for a brilliant night. Any joke you say, they will laugh at anything. They are the dream audience. I could have spent all night talking here, and then I would have to go to this side, where there are 20 men with their arms crossed, looking at me in a way which can only be described as, would you shut up? I need to get on with being creepy and weird. So there is quite a lot of science behind speed dating. There was a study in Germany in 2010 which found that on average, you have a 6% chance of having sex with anyone you talk to at speed dating, and this includes the comedian hosting it. And there's a study from the UK which said that at the average event, women say they want to meet two of the men again, and men say they want to meet five of the women again. These are our results. Men never score any woman below 7 out of 10. Everyone is a 7, 8, 9, or 10, because they do not want to take the risk that they won't have sex with someone who likes them. Women score every man 1 or 2 out of 10, apart from two men who they will score 9 or 10 out of 10. And the problem with this is they will all score the same two men 9 out of 10. So when you get to the end of a night, you give most of the men bits of paper which say, everyone hates you.
And two men, a bit of paper which says, your best match is every woman here. So here are my tips. Straight women, if you want to succeed at speed dating, just go to speed dating, you can't lose. Straight men, if you want to succeed at speed dating, make sure you take 19 men who are even uglier than you with you. And then you will be fine. Good luck, Holland. Ja, dan gaan we verder met wetenschap. En Saskia Pietersen is in de wereld van de literatuur gedoken en heeft zitten turven. Ik dacht mooie boeken zitten lezen, dat ook, maar ook zitten turven. Ja. Want ja. Wat heb je dan precies zitten turven? Nou, we hebben de Libris Literatuurprijs. Daar worden alle romans voor ingezonden. Dat waren er 170 van 2013 met 3 studenten. Die hebben we, alle personages die erin voorkomen, hebben we geturfd. En eigenschappen ervan in kaart gebracht. Dus hoe oud zijn ze, waar wonen ze, met wie gaan ze om, dus wat zijn de netwerken in de roman. Nou ja, zijn ze man of vrouw, nou ja, allemaal dat soort, dus alle demografische eigenschappen. De gedachte was om te kijken hoe het met diversiteit in de Nederlandse roman gesteld is. Hoe is het met diversiteit gesteld in de Nederlandse roman? Ja. Cliffhanger, we gaan even kijken naar een filmpje. Saskia Pietersen is letterkundige. Speciaal voor dit Science Café spitten ze met haar studenten honderden boeken door op zoek naar het thema liefde. Ze vond opvallende patronen. Vooral vrouwen doen aan de liefde. Zij zijn minnares of geliefde. Mannen zijn vader of collega. I love you. Come back to me. Hoe stabiel zijn literaire liefdesrelaties eigenlijk? Teren schrijvers vooral op ellende? Of is er ook plaats voor rozengeur en maneschijn? En waarom is de liefde zo'n belangrijk thema in de literatuur? Nou, was dit een beetje een divers beeld? Wat klopt met je onderzoek? In het onderzoek zijn we er vooral achter gekomen dat eigenlijk het beeld dat Linda schetst, dat je dat ook in de literatuur ziet. Dus er is heel veel heteroseksualiteit en heel weinig homoseksualiteit in de roman. Er wordt wel eens gemopperd, ja, tegenwoordig al die romanpersonages die wonen in Amsterdam, maar aan de grachtengordel, dus zeg maar de grachtengordel schrijft over zichzelf. En dat blijkt statistisch ook te kloppen. Dus er zijn ontzettend veel romanpersonages die in Amsterdam wonen. Veel minder in Utrecht. Ja, het is verschrikkelijk interessant, inderdaad. Ja, Amsterdam. In de Nederlandstalige literatuur. Ja, dus weinig diversiteit. Inderdaad, normatief als het gaat om de heteroseksuele, blanke, hoogopgeleide man is eigenlijk het meest voorkomende hoofdpersonage. 70% van de roman heeft dat als hoofdpersonage. En komt het ook omdat de boeken dan geschreven zijn door mannen? Of? Ja, 70% van de boeken zijn ook geschreven door mannen. Ja. Ja. En mannen schrijven, dat is ook interessant, mannen schrijven over het algemeen over mannelijk hoofdpersonage en vrouwen verdelen dat meer. Oké, al wat sympathiek van ze. Ja, ja. Ja. En wat, maar dat is in die zin jammer dat er daardoor nog minder vrouwelijke hoofdpersonages zijn in het geheel. Ja, Beate. Heb je nou die personages, die heb je allemaal in kaart gebracht en dan de relaties van die personages? Nou, dat hebben eigenlijk is het een netwerkdatabestand? Nou, dat is nog heel primitief gedaan. We hebben van de personages dus allerlei eigenschappen in kaart gebracht. En daarbij hebben we gezet, is vader van personage X, is moeder van personage Y. En dat, dus wat zijn de relaties die ze hebben? Maar we hebben nog niet echt zeg maar een spin met netwerk dat we dat al helemaal kunnen verbeelden. En wat bedoelde je net toen je zei met diversiteit? Ga je dan echt naar verschillen kijken in relaties? Of verschillen tussen eigenschappen van hoofdacteurs? Of, Verschillen tussen eigenschappen. Okay. Daar hebben we nu een artikel over geschreven. Okay. Ja. Ja, ja. En wat we ook hebben gedaan. We hebben ook alle beroepen geturfd. Van mannen en vrouwen. Ja. En wat. Nou, even een quizje. Wat denken jullie dat het eerste beroep was? De meest voorkomende personages bij mannen en vrouwen zijn student. Dat is hetzelfde. Oh. Maar daarna komt het een groot verschil. Dus wat denken jullie dat het eerste beroep is voor een vrouw in een roman? Kan het alleen. Meest voorkomende beroep. Het meest voorkomende. Secretaresse hoor ik hier iemand zeggen. Als dat zo is. Huismoeder, denk huismoeder. Ik. Huismoeder. Verpleegster. Beter nog. Het meest voorkomende beroep voor vrouwen in de Nederlandse roman in 2013 is prostituee. Oh, nee. Oh,
En dan op nummer 2. Jemig. Op twee, oh ja, toen leefde Joost Wagerman nog. Ja. En op nummer 2 staat huisvrouw en op 3 verpleegkundige. Goh. Ja, verpleegkundige, hè? Het is eigenlijk een soort combinatieberoep. Dat bedoel ik met een niet divers traditioneel beeld in de Nederlandse roman. En mannen? Ja. Mannen. Hoerenloper? Nee, mannen zijn op de eerste plaats ondernemer, de tweede docent en de derde arts. Dat sluit hoerenloper niet uit. Nee, dat sluit hoerenloper niet uit. Er is vaak niet echt een beroep voor. Nee. En trouwens, dat met prostituee en student gaat ook redelijk samen. Ja. Omdat naar schatting iets van 5% van de studenten sekswerk heeft gedaan. Ja. Maar dat 5% komt, van de studenten sekswerk. Het komt natuurlijk ook dat zeg maar, wie het schrijft, daar hadden we het al een beetje over gehad. Maar het komt natuurlijk ook wie het leest. Ja, en denk je dat... Natuurlijk. Ik denk dat... Mensen lezen gewoon graag over prostituees. Dat geeft een prikkel. Maar mensen lezen ook heel graag over zichzelf. En er zijn ook best wel veel mannelijke ondernemers. En er zijn ook veel docenten. Zeg maar, die groep die hier geschetst wordt, dat is ook de groep die het weer leest. Misschien romans leest, dus ja. Allemaal één bubbel, denk ik. Maar er is natuurlijk de boeken worden het meest gekocht door de hoger opgeleide vrouw. Ja. Dat is degene die de meeste boeken leest. Ja. Dat is wel raar dat hij zichzelf niet in die boeken of minder terug. En hoe zit het dan met de liefde? Peter. Ja, ik vroeg me af, want dit is, zit natuurlijk ook heel veel. Heeft de kwaliteit van de boeken er nog wat mee te maken? Want dit is zijn inzending voor een prijs. Er zitten natuurlijk heel veel slechte boeken bij. Maar als je naar de wereldliteratuur kijkt, dan heb ik het idee. Ik heb laatst nog Anna Karenina zitten lezen. Nou, dat lijkt me toch prima, deugdelijk beroep. En namelijk geen. En het gaat een heel boek over haar en ze heeft geen seks. Dus nou ja. Uitstekend. Om dit stereotype om te werpen. Dus ik vroeg me af, hoe zit het voor de... Denk aan Blauwe Maandagen van Grünberg. Dus er zijn heel veel kanonieke boeken die je kunt noemen waarin de vrouw als prostituee wordt opgevoerd. Ja. Het is niet zo dat slechte schrijvers denken, laat ik er maar wat prostituees in duwen en goede schrijvers dat niet doen. En toch denk ik, dit is één jaar en dit zijn 170 boeken. Ik vind het natuurlijk echt prachtig interessant, maar je zou het dit toch breder moeten trekken. Ja. En misschien ook naar buitenlandse. Daar zijn we het helemaal mee eens. Dus we hebben dit eigenlijk als experiment gedaan. Ja. Want als literatuurwetenschapper word je eigenlijk opgeleid om één roman heel precies te lezen. Ja. En we dachten, we gaan het dus heel anders aanpakken. We gaan gewoon een heel groot corpus en we gaan gewoon een sturf in plaats van... precies lezen. Daar kwamen dus eigenlijk best wel spectaculaire resultaten uit. Dus nu willen we heel graag weten van, is dit nou een toeval? Wat gebeurt er als we veel meerjarig gaan bekijken? Want wat had je dan verwacht eigenlijk? Nou, dit had ik niet verwacht. Ik wist wel, omdat ik veel romans lees, wist ik wel van, nou, die roman is vrij traditioneel in Nederland. Mm-hmm. Ik wist ook wel van, nou, mannen krijgen veel meer interessantere beroepen dan vrouwen. Maar dat het zo zwart-wit zou zijn, dat, nee. Ja, eigenlijk niks veranderd. Jaren 60. Ja, je zou denken, dit is het beeld dat je in de jaren 50 hebt. Maar daarom willen we dus, we willen ook een corpus uit de jaren 50 gaan tellen. En dan vergelijken of het echt inderdaad zo is dat er niks is veranderd. Heel interessant, deze uitkomsten. Maar we hebben het vanavond natuurlijk ook over de liefde. Ja. Wat heb je daarover gevonden? Was daar al turvend iets over te ontdekken? Prostituees die bieden weinig hoop. Maar goed. Ja, nou, we kunnen 25% van de personages die een liefdesrelatie hebben in een roman gaan vreemd. 25%. Ik weet niet wat de cijfers zijn voor wat mensen in het echt doen. Of dat nou, kijk je nou naar Linda? Nee. Ja. Nee. Nou ja. Nee, dat is waar. Dat is hard gekund. Ik kijk naar sociologen. 1 op de 3. 15% is een ex. Dus dat vond ik eigenlijk wel weinig. Ik dacht dat er veel meer ex's in. Maar dus in die zin zijn relaties vrij stabiel in de roman. En daar zie je wel weer een groot verschil tussen de seksen. Dus vrouwen worden heel vaak als familielid of als partner opgevoerd. Terwijl mannen veel vaker collega of vriend zijn. Mm-hmm. Dus mannen worden heel vaak gekarakteriseerd als de vriendschappen die ze hebben of het werk dat ze doen. En vrouwen omdat ze moeder zijn. Persoonlijke relatie. Ja. Mannen zijn dan complexer. Ja, dus mannen hebben ook vaak meerdere relaties en vrouwen zijn zeg maar alleen maar de moeder in de roman. Ja. En dan is het toch weer frappant dat die boeken dus vooral gelezen worden door hoogopgeleide vrouwen en dat wij dat dan dus kennelijk graag lezen. Ja. Jullie lezen ook Fifty Shades of Grey. Dat is waar, ja. Gaat helemaal nergens over. Ja.
Nou, daar kunnen we het de andere keer dan over hebben. Oh, wat voor hormonen komen daarbij kijken met bij zo'n voorkeur? En dezelfde. Gewoon dezelfde. Die we net hebben gehad. Echt waar? Testosteron in ieder geval wel, vermoed ik. Maar die hebben. Nou ja, dat is eigenlijk wel een goede. Want testosteronresponsen uit te lokken in het lab. Dat is nog best wel lastig. Dat hebben we ook wel eens geprobeerd. Bij vrouwen. Je kunt ze porno laten kijken. Maar dat is in een lab nogal een ongelukkige setting. Maar wat heel goed schijnt te werken is fragmenten, erotische fragmenten uit boeken. Dat schijnt het bij vrouwen goed te doen om hormoonrespons op te doen. En dan testosteron schijnt dan... En bij mannen niet? Bij mannen werkt alles, dat maakt niet zo. We gaan even naar een filmpje kijken. Socioloog Beate Volker bestudeert menselijke relaties en sociale netwerken. Ze richt zich hierbij op twee omgevingen. De werkomgeving en de buurt waar mensen wonen. Daarbinnen zoekt ze naar patronen van vriendschappen en meer. Wat als je friends with benefits wordt? No emotions, just sex. Hoe verandert je vriendengroep als vrienden een stelletje worden? They dated. En wat is eigenlijk het verschil tussen vriendschap en liefde? Are you comfortable? Sure. Ja, wat is het verschil tussen liefde en vriendschap? Is dat in een laboratorium wat makkelijker te testen dan vrouwen opgewonden te krijgen? Dat weten ja, over dit soort dingen weet ik niks. Over hormonen weet ik helaas te weinig. Maar het verschil tussen vriendschap en liefde, dat zit wel in onze gegevensbestanden. Eigenlijk zijn er zijn een paar hele duidelijke verschillen tussen vriendschap en liefde. Deels cultuurgebonden. In onze cultuur is een liefdesrelatie tamelijk exclusief. Een vriendschapsrelatie is dat niet. De meeste mensen hebben toch wel 3 hele goede vrienden. De allermeeste, dat is natuurlijk altijd nog. En die spreiding is er ook. Maar de allermeeste hebben 3 tot 4 hele goede vrienden. En daarnaast zit daar een schil van wat zwakkere vriendschappen. Die dus gewoon, ja, dat zijn dan tussen de 8 en 10. Zo. Mm-hmm. Maar wat we zien is dat het is niet exclusief. Dus niemand heeft, in onze wereld hebben toch bijna geen mensen 3 partners. Nee, dus nee, dat, behalve 50% van de romans die in Nederland verschenen zijn. Precies. Een ander heel interessant verschil is de institutionele stempel. Die heb je bij een huwelijk wel. Hè. Je weet wanneer een huwelijk begint, je weet wanneer een samenleving... Ze hebben hele goede contracten voor tegenwoordig. Dus je weet wanneer het begint en je weet ook wanneer het eindigt. Hè. Ja. Scheidingen gaat uit elkaar. Bij vriendschappen ligt dat veel complexer, veel ingewikkelder. Nee, neem je goede vrienden in gedachten. Je kunt niet heel precies zeggen. En op die avond, ik wist het. Ja, toen ging het aan. Toen ging het aan. Dat is heel moeilijk te zeggen. En ook wanneer het uitging, iemand die je niet meer ziet, ook dat is heel moeilijk te zeggen. Het verwatert. Je komt elkaar niet meer tegen. Maar waarom eigenlijk? Maar je kunt het dus ook weer aanhalen. Mm-hmm. En dat heeft ermee te maken dat vriendschappen dynamischer zijn, minder exclusief. En dat het niet ingebed is in een institutie, zoals een huwelijk. Ja. Is dat iets goeds? Of, ik vind dat goed. Ik krijg vaak de vraag. Ja, maar ik sprak laatst met iemand die heeft een heel contract opgezet voor vrienden. Om dat helemaal te regelen. En ook met het doel... Een contract met vrienden? Ja, en met het doel als ik nou ziek word, wil ik dat mijn vrienden gelijk bij me kunnen als ik in het ziekenhuis lig. Dat kan niet zomaar, hè, als je geen familie bent. Ja. Dus we gaan het hier allemaal contractueel vastleggen. We gaan ook hebben over wat je krijgt als ik overlijd. Ja, oké, dat was ook een beetje... Dat gaat heel ver door dan. Maar er bestaan mensen die dat... Die wens bestaat bij sommige mensen. Ik vind het interessante aan vriendschappen... Juist dat je daar geen institutionele stempel op drukt. Ja. En dat er een zekere dynamiek is. Want vriendschappen die... Nou ja, eventjes wat zwakker zijn, even, die je even niet meer hebt gezien. Je kunt het weer aanhalen. Ja. Dus dat is juist heel fijn. Ja, Linda. Beate, is dat een verschijnsel van hoogmoderniteit? Zegt dat iets over de tijd waarin we leven, waarin familieverbanden minder belangrijk worden, traditionele verbanden minder belangrijk worden en dat zelfgekozen gemeenschappen dat overnemen? Ja, tegenwoordig is er is wel iets te zien, urban tribes wordt het ook genoemd, dat vriendenclubs, vriendenkringen bijna een familiefunctie overnemen. Dus en met elkaar afspreken, wij zorgen zeker, voor elkaar. Zeker als we een heel modern fenomeen. Er worden nu ook in Amsterdam worden bijvoorbeeld nu ook huizen echt verhuurd aan vrienden, hè? Ja. Dus, vriendenclubs. Modern fenomeen, dat zal nog veel meer worden, maar
Wat we ook weten uit mijn onderzoek, uit onderzoek van andere mensen, bij langdurige ziekte zijn dit niet de netwerken die sterk genoeg zijn om dit echt vol te houden. Oh, dat wordt nog allemaal heel pijnlijk in de toekomst. Ja. Ik ken echt wel mensen die daar enorm op rekenen. En is daar ook een onderscheid tussen hetero's en homo's in die Het zijn vrienden, die hebben geen seks met elkaar. Nee, maar dus veel homo's in Amsterdam gaan bijvoorbeeld. Die hebben ook wel seks met elkaar, maar die hebben moeizamere relaties soms met hun familie. En steunen dus juist meer op hun vrienden. En is die vriendengroep ook voor hen belangrijker? Dat is natuurlijk wel zo. Als jij anders bent dan heel veel anderen, dan heb je... Dat is wel een heel interessant iets. Vriendenkringen zijn relatief homogeen. Mm-hmm. Dus als jij nou iets heel anders doet dan je ouders, maar dan heb je wel vrienden en die lijken dan wel meer op jou. Je zoekt vrienden die op je lijken. Je zoekt vrienden die op je lijken. We weten dus inmiddels ook dat vrienden genetisch op elkaar lijken. Vrienden lijken genetisch. Het genom van vrienden lijkt genetisch meer op elkaar dan het genom van vreemden. Het geldt ook voor partners, maar het geldt dus ook voor vrienden. Dus zo vind je elkaar, daarom klikt het. Het lijkt erop dat je elkaar toch selecteert, ja. Interessant. Ja, je vroeg ook een keer wat verandert, hè? Als je partner wordt. Wat verandert dan met je vriendschapsrelaties? Dan verlies je ze even uit het oog. Een oude hypothese, vrij goed onderzocht, de zogenoemde withdrawal hypothese. Dus als je verliefd bent en al die hormonen door je lichaam heen razen, dan trek je terug van je vriendenkring. In onderzoek wat ik hier in Utrecht gedaan heb met een promovendus, we weten nu hoe lang dat duurt. Dat duurt ongeveer 2 jaar. Zo. Dus je gaat echt, na 2 jaar ga je die vrienden weer aanhalen. Maar als je net zo verliefd bent en je gaat samenwonen, dan ben je de eerste 2 jaar ben je vaak een beetje, trek je terug van dus die al die singles hier in de zaal die hier zitten met hun beste vrienden en vriendinnen, die gaan elkaar gewoon 2 jaar lang even verwaarlozen, maar het komt dan weer goed. Het komt weer goed. En in die moment dat je het vindt, komt echt weer goed. Ja. Het kost je gewoon heel veel, die hormonen zijn, het kost je ook veel tijd, het kost je energie als je net een partner hebt en je leert die familie van hem kennen. Ja. Of van haar natuurlijk. Dus, en dat moet alles op zijn plek komen. En dan ga je die vrienden weer aanhalen. En dan krijg je een kind en dan raak je ze. En dan leer je ook de vrienden van je partner kennen. En dan, nou ja. Ergens meer tijd voor. Ja. Oké, dat is interessant. Even over, dat is misschien ook interessant hier voor de zaal. Die Friends with Benefits. Dat is natuurlijk heel erg leuk in films. En hebben dat allemaal gezien. En kennen al Harry met Sally. Nou, 1 ding wil ik wel zeggen. Dat is wel tamelijk goed. Goed onderzocht. Het is goed voor een relatie, voor een partner, een liefdesrelatie, als je eigenlijk ook bevriend bent. Dat wordt overal, daar kun je alle zelfhulpboeken lezen. Maar daarnaast is het natuurlijk zo, als je gewoon besluit met je vriend seks te hebben, nou, dan moet je op een gegeven moment gewoon duidelijk maken, wat is dit nu hier voor een relatie? En dat zien we natuurlijk in al die films. Dat zien we gewoon in al die films terug. Op een gegeven moment moet er toch een stempel op. Maar is dat niet zo dat je allerlei stoffers aanmaakt? Ik ben nog niet helemaal klaar. Eén ding even. Het komt trouwens niet zo vaak voor dat vriendschapsrelaties van 2 verschillende seksen zijn. Dus vriendschappen zijn ook na seksen toch eerder homogeen. En ik zie nu al, waarschijnlijk zegt iedereen, ja, maar ik heb een vriend van de ander. Het kan dat je in je hele netwerk 1 andere hebt, maar gemiddeld komt het veel vaker voor dat je met meisjes, jongens met jongens. Ja, we moeten het hierbij laten, want we moeten het afronden voor onze televisiekijkend publiek van RTV Utrecht. Ontzettend leuk dat u gekeken heeft. Wij gaan hier in de zaal nog even door en dan kunnen we dus horen wat Linda te zeggen heeft. Als u nou denkt, dat wil ik de volgende keer ook meemaken, dat begrijp ik. Dan moet u zorgen dat u hier bent. Als u daar informatie over wilt vinden, dan kunt u kijken op de site van Studium Generale. Verschijnt hieronder in beeld. En ik wil nog even Studium Generale, de Universiteit Utrecht, Tivoli Vredenburg hier en RTV Utrecht bedanken. Heel graag tot ziens op 21 maart.